Yes, Cowboys. Hey, wat? Daar zijn we weer. En het is vandaag eindelijk weer zover. Vrijdag de 13e. Na 4 maanden gaan we er weer voor. Vissen met z'n drieën. Ja, met Daan natuurlijk. Op een stekkie. Helemaal nat geregend. Super kakje. Wij gaan gouden spulletjes inladen. Kijk, twee uitjes. Niks te graag. Niks te klaar. We zien je op de stek. Ja, Chit. Hoe ga je dit doen? Hier ben je daar. De verloren zoon. What the fuck? Helemaal nat geregend. Waar ben jij geweest? Ja. Hey. 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 De boer is recht. Yo. Ja. Wat is het idee? Luister, nee. We hebben... Ja, jawel. Ik weet niet. Gaan we opnieuw. Wat is het idee? Ik weet niet. Yo. Ik heb wel een ideetje. Goedemorgen. Oké, okay, dames en heren. We hebben hier 3 sekken. We hebben namelijk een pop-upje, een stukje mais en een tijgenoot. En we gaan voor de pop-up. Dat is de rechter stek. Het stukje mais is helemaal links. En de tijgenoot is de middelste stek. Ja. Dan mogen jullie onze beurt even... Zit eerst. Ik wil echt geen maisje. Mais is links. Want kijk, daar zitten 2 vissers. Dat is zo, wil je niet. Hey! Oh, dat is koeren. Dus dat is rechts. Ja, ik zei er maar eentje. Ja. Oké. Okay. Tijgenoot. Midden. Ja, weg links. Hey, wie weet. Oké, okay, even plan de campagne. Het heeft heel erg geregend. Het is snel donker, want het is al halverwege oktober. Mooi. Chit en ik gaan met de... Gaan met de trolley even op en neer de spullen halen. Daniel gaat nu uitvaren. Ja. Lekker op de linkerstek bij de gasten. Helemaal zeker snap. En we gaan lekker uiten. Helemaal goud. Helemaal goud. Nou hoppakee. Daar gaan ze weer. Onze verloren zonen. Ik ben ook eindelijk weer een keertje terug in Nederland. 4 maanden in Griekenland gezeten. Ah, was een topzomertje. Alles meegemaakt daar zo. Lekker weer elke dag. 30 graden. Kom hier in Nederland. Ja, alleen maar regen, gezeik. Ik ben echt serieus. Ik heb mijn haar even mooi gedaan voor de YouTube. Nou, er is helemaal niks meer van over. Mijn kleren, alles is zeker nat. Maar Chitter heeft gelukkig wel een paar extra kleren mee. We zijn op een nieuwe stek aangekomen. Zoals je kan zien. En ik dacht, nou, ik doe de hengels alvast even uit. Single bol allebei. Want die gast had de voerbad mee, maar nou, is helaas niks geworden. Lekker op de rechter stek. En wat heeft Daniel geloot? De linker stek. We hebben aardig wat dressuur vanavond. Daar heb je 2 tenten. Hier achter dit rietkopje heb je 4 tenten staan. En daar verderop ook 4 tenten. Dus we zijn eigenlijk wel een beetje ingesloten in het kleine kommetje. Maar goed, we gaan even werken. Ik ga de hengels even binnendraaien. Ga ik de hengels positioneren hier in het linker kommetje. Die gasten lachen wel, maar misschien, wie weet, komt er wel een dikke bak uit. En we gaan het meemaken, we gaan even knallen. Eerste sessie weer dat ik terug ben in Nederland en ik heb er zin in. Toen ik in Griekenland zat, ik mis het wel. Yes boys, daar is die. Hengeltje nummer 1, ik heb ze even gauw binnengedraaid allebei. Je ziet hem staan, een lege rolpot. En we gaan even de hengels weer uitvaren in het linker kommetje. Dan heb ik 1 hengel met heel weinig lijn en 1 hengel met heel veel lijn. Ja, je kent het wel. Hier staat hij. De snoekmolen. En de karpenmolen. Dan wil ik de hengel met de korte lijn eigenlijk aan de rechterkant hebben. En de hengel met de lange lijn wil ik aan de linkerkant hebben. Want anders dan ga je elkaar in de weg liggen. En dan blok je eigenlijk de linker hengel. Heb je hem, de scheider. Yes. Hey. Nee, dat is Pan van Aanpak en we gaan vandaag vissen met de boilies van onze grote vrienden, tijgenotenkopen.nl. Jullie hebben aardig goed gevangen, toch? Zeker. Kleren, even tien in. Hey, lekker man. Dankjewel. Alsjeblieft. Nou, even een klein handje, aangezien er aardig wat dressuur is. Niet te gek. Hoeveel jongens zijn dit? Ja, wat denk je? De Rotuna. Nee. Jawel. De Rotuna, toch wel? Ik dacht, dit zijn de Rotuna. Top, hè? Ik denk bloed van Malibu. Nee hoor. Maar jullie hebben aardig goed gevangen, toch, afgelopen zomer? Zeker weten. Ja, nice. Allemaal zien op YouTube, als je het nog niet gezien hebt. Vorige video, Slovenië video's waren natuurlijk Balkan. Vingers, Balkan. Balkan zelfs, om je vingers bij af te likken. En gaat helemaal goed. Ja, lekker. Moet u nog een keer lopen of is alles hier? Ja, alles. Ah, lekker man. Ja. Nou, knallen papa. Hotza. Josje kan uit, gas erop. Ja, ik zou nog even een klein beetje boys erbij kruimelen. Niet te gek. Hoppa. Nou, je ziet het. Ik denk een stuk of 12 boilies. Met al die dressuur hier zo, met alle tenten. Moet je nu niet meer willen voeren. Nou, de zon gaat aardig onder. Wiet, wat gaan we doen? Hey, goeiedag. Ik ga uitvaren. Bootje vol met 24 mm grill. Boetworm, hangerboet, boilie. En ik voel bij druppels. Ik ga snel varen. Ja. Mooi stekje ver op het wijd. Ja, het begint te regenen inderdaad. Hier, 2 hengeltjes van Daniel. Wat is jouw aanpak? Ja, zal ik het even laten zien? Laat maar even zien. Niet te gek, niet te wild. Doe eens gek. Een bloedworm halibutbolie. En een, de favoriet van mij. Jongens, de bakkenbolie. Tijgenet crush caramel.
mijn 25 kilo en 28 kilo opgevangen. Dus die gaat er niet meer af. Die blijft eraan zitten. Wat is jouw zelfgekozen bijnaam? Mijn zelfgekozen bijnaam? Oh ja, Chitter de Karperkoning. Omdat ik het PB van DW in Nederland, Slovenië en Frankrijk heb, moeten ze me vanaf nu aanspreken met Chitter de Karperkoning. Toch? Ja. Wat vind jij ervan, Wiet? Ik zat net op te sommen. Daniel is een PB in Nederland, heb ik ingegooid. Was mijn engel. Chitter's PB in Slovenië heb ik ingegooid. En Chitter's PB in Nederland heb ik ook ingegooid. En hoeveel heb je er zo vervangen? Ja, 1. Dat is wel elkaar. Ik heb meer 50ers dan jij 40 zit. Ja, je hebt eerlijk gezegd in 26 jaar tijd 1,40 is wel een klein beetje. Je hebt al een groep, hè? Kleine spelen. Zo, wat is er voor een rare lucht, joh? Hey, joh. Daar komen ze. Goed in. Ja, ja, de mannen. Wiet, wat is er gebeurd? Ik heb dit nog nooit gehad. Ja, plaats even hierheen. Is mijn... Kijk dan, om mijn rug heen gevaren. Oh, dat zie je goed. Een drama. Heb je weer mee teruggetrokken. Ja, is jouw beurt. Is mijn beurt. Helaas, pindakaas. Yes, wat gebeurt er? De mannen, we zitten eindelijk klaar. Heerlijk erbij. En het is precies net donker geworden, dus we zijn precies op tijd klaar. En begint te regenen. En we zeggen, wat gaan we nou doen? We gaan lekker bakken. Een burgers bakken. Oh, genieten. Ja, dat weer ben je niet gewend, zeker in Gesteunensos. Nee, zeker niet. Wat een geweldig, hoe doen we dan? Jongens, jongens. Wat hebben we? Hé! 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 Bakkenacht. Ja, jongens. Als jullie toch op je telefoon zitten, gooi even naar TikTok. Volg ons op TikTok. Binnenkort mooie leuke video's. We hebben mooie unieke content wat niet op YouTube staat. Hoeveel volgers hebben we al? We hebben al 1362 volgers. Kijk, dan moeten er 10.000 worden. Zeker. Lekker. Nou mannen, het is echt keihard aan het waaien, aan het regenen. Oh, dat gaat helemaal fout. Ik ga heel even snel filmen. Zo! Ik hou hem niet! Ja, straks! Ik hou hem niet! Stop jij er even lekker in de... Hallo! Hey, wat is er gebeurd? Ja, we zijn getrouwd. Nee, het is half zeven en de lachende derde, het linkerhengeltje, ging toch honden boven honden af. Die niet wel getrouwd, hè? Kijk eens, toch wel een mooie vis, hè? Oh joh, dat is helemaal niet verkeerd. Nee, zo gek is dat niet. Dus het is over een uurtje licht, dus we doen even een zakkie. Ja. Stop jij even een zakkie? Ik doe hem even in het zakje, het is inderdaad half zeven, kwart voor zeven, dus we mogen hem zo meteen weer uit de zak halen. Ja, de zak van Sinterklaas. Het is ijskoud. Bijna pakjesavond. We gaan weer terug ons matje in. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben jij, vrolijk? Ja, zeker, zeker. Hoe komt dat? Ik heb nog een uurtje bij je slapen nadat de vis op de kant was gekomen. En hij ligt even lekker te slapen in het matje, maar we gaan hem nou de kant op trekken. Ja, de wonderen zijn de wereld niet uit. Gisteren werden we overspoeld door noodweer en wind. En nu? Zonnegrijn. Lekker zonnetje. Heerlijk. En jij, tuinen? Fris en fruitig. Heerlijk, nachtje geslapen. En ja, we gaan die vissen even showen. Stok je? Die spoor echt niet. Maar goed, tijd voor vis, hè? Ja. Ah, daar is die, dames en heren. Enige en de eerste vis van de sessie. Op de weegschaal gaf hij 15 kilo aan, maar we moeten hem wel van de sling ervan afhalen. Dus wat zal die zijn? Een kilootje of 13. Super mooi beest, op de andere kant heeft hij wel een soort van gezwel, tumorachtig. Zit er niet heel fris uit. Ik kan hem wel even laten zien. Dat is vis. Hoe heet hij? Hij heet Theo. Theo junior is dit. Kijk, zoals je ziet. Nasty. Ja, het ziet er niet fris uit. Maar ja, dus niet te min, ben ik er wel blij mee. Ik zal hem wel even optillen. Laten zien voor de vrouwen kijken. Doe alvast een duimpje omhoog voor Theo junior. Wens een beterschap. Laat even weten in de comments of jullie daarna hebben gemist. Ja, is toch wel. De eerste vis is 6 maanden of zo. Ja, de eerste vis in 5, 6 maanden inderdaad. Ja. We zijn terug van weg geweest. Griekenland was leuk, maar dit is ook wel leuk. Kusje? Nee. Hij was zwemmen. Ja, jongens, wereld van verschil. Nu werk ik in een zonnetje achter mij. Zoals je ziet, gisteren was echt niet normaal. Ik weet niet of het goed op pult is geweest. We hadden er geen haring in de tent zitten. De tent die ging helemaal zo. Moest mijn voorraad
vasthouden aan de voorkant zo, anders dan waaien die gewoon weg. En daarna was de dag van de derde, die had wel haren. Maar nu dus lekker zonnetje, niks aan de hand. Een natte mat, is ook niet gek. En wat nog meer? Hallo! 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 Wat is het plan nu? Opruimen mijn huis. Goed zo. Yes, we zijn lekker aan het opruimen. Wat zijn jullie aan het doen? Nee, we gaan het inpakken. Jij gaat weer lekker fietsen. Zin in zeker? Ja, ik moet nog inderdaad 9 kilometer met de auto eventjes, wel mooi hoor. Ja, dat begrijp ik. De verrijvingshaar. Ja, die gaat aankomen. Volwassen worden. Zeer snel. Komt wel goed. Komt goed. Oké, okay. Wat hebben we hier? Kijk. Het leven gaat zoals het gaat. Ik heb Daniel over meepraten. Wel grappig, je dikste vis doet het toch? Dit jaar? Dit jaar wel, ja. Hoeveel was die? Ja. 13 kilo's. Oké. Okay. Mat die woog 2 kilo dus. En wat worden je plannen de rest van het jaar? Nog met dikke vissen. Wat kunnen DW fans van je verwachten? Dikke vissen, leuke filmpjes, mooie content. Hoeveel video's? Een avontuur. Geen commentaar. Geef een aantal. Nee, ik ga geen dingen beloven die ik niet vaker maken. Nee, ja, dat willen we weten. Ja, dat wil jij vooral weten. Wat willen een verwachting? Ik zou jullie weten. In ieder geval genoeg vissen. Oké. Okay. Yes, ingepakt en wel. Ingepakt en wel. En? Ik bijna. Nog eentje. Ja jongens, het was weer een heerlijke sessie. We hebben weer vol gas gelachen, genoten en al een mooi visje gevangen. Vond je de video nou leuk? Duimpje omhoog, abonneer voor meer. En we zien jullie volgende week, dinsdag om 3:30 weer. Ja, te weten wat je ervan vond. Ja. Tot ziens. En Daniel Tieneke is weer terug, gezellig. Koekoek!